dames en heren. Welkom bij deze eerste video van Kingdoms & Castles. Ik ben vast een klein beetje begonnen, zodat we vast een beginnetje hebben. Want het begin is altijd het irritantste om te doen. Dus ik dacht, ik ga vast beginnen. Zoals jullie zien ben ik hier de basis begonnen en een paar huisjes en een stokpijl en een granary. Voor de mensen die het niet kennen, ja, het is dit spel. Dit gaat nu groot in beeld waarschijnlijk, hoop ik. Als ik niet te lui ben om te editen. maar ja, dat is dit spel dus. Je kan gewoon allemaal research verzamelen zoals je hier links onderin ziet. En uiteindelijk dus die onderste vier ook, die je nu nog niet heel erg krijgt. Maar je begint natuurlijk vooral met hout en steen. Nou, hout eerst en dan later ook steen. En voedsel natuurlijk, want je mensen die je hebt, 42 heb ik er nu. Die moeten natuurlijk ook eten en die werken dan op deze landen en dan gaan ze beginnen. Maar laten we gewoon gaan beginnen. Ik zet hem al gelijk op 3 zoals je kan zien. Doe ik met mijn toetsbord hier beneden. Dat zie je er niet, maar hier. Ja. Dit, zeg maar, dit. Mooi toetsbord. Sorry, ledlampjes. Jullie zien misschien... Ja, dat zien jullie wel. Hey, mooie koptelefoon, hè? Hangt heel mooi erbuiten. Nou ja, ik zal gewoon gaan spelen en als het iets leuks is, dan vertel ik het wel gewoon. Want het is gewoon heel saai als je... Ja, als ik gewoon dingen ga doen en dat is... Ja, sommige dingen snap jullie niet eens wat ik doe waarschijnlijk. Waarom leg ik dit uit? Ja, dat vraag ik mezelf wel eens af. Ik dacht, ik ga een Archer Tower maken, maar... Ik heb nog geen geld. Stel ik krijg een viking aanval, dan heb ik daar niks tegen. Dus, oh ja, hey, toevallig heb ik net een tekstroom gemaakt. Dus blijkbaar had ik het al gezien. Nou, ik moet zeggen, ik heb dit een week geleden bij me begonnen. En nu ga ik ermee verder. Dus ja, daarom weet ik niet meer dat ik dit had gemaakt. Maar ja, nu heb ik de tekst dus op 2 gezet en dan gaat de happiness naar beneden zoals je ziet. Maar het geld had omhoog. Nee, dan zetten we hem op 1, want dan gaat het minder snel naar beneden. Zelfs een beetje omhoog. Oké, wat ik hier dus nu aan het bouwen ben, is een bier. Is die? Nee, hij is nog niet gebouwd. Er komt nog 2 hout en hij komt die nu brengen. Dat zie je heel mooi. En is die nu af. En wat dat doe ik, zodat ik hier een industry ding neer kan zetten. Zodat ik deze steen die wel gehakt kan worden. En deze steen die kan niet gehakt worden. Wat er dus ook bij staat. Deze steen die kan dus wel gehakt worden. Maar je kan altijd 2 dingen bij eentje zetten. En aangezien hier dus een steen staat die ik pas weg kan halen als ik dit heb. En daar heb je, als je ziet. Zal ik het wel even laten zien. Dan heb je dat ervoor nodig. En ja, dat heb ik gewoon nog niet. Dus daarom ga ik er even omheen. Want dat is veel goedkoper. Dan dat ik dat helemaal ga unlocken. En dan heb ik zo meteen 2 dingen die steen kunnen hakken. Dus dan gaat de steen wat sneller omhoog. Deze moeten gewoon blijven hakken zodat ik het hout krijg. Dit torentje vind ik helemaal mooi. En ik wou eventjes geld. Heb ik al geld? Ik heb al geld. Beter. Ik klik elke keer op het verkeerde knopje. Dit is trouwens om voedsel op te slaan. Die zit al bijna vol, maar... Laat ik even het huisje bouwen, want ik vind wel dat ik een beetje matig aan huisje. Wacht, wat? Ligt hij me ineens weg? Ja, ik vind dit een heel mooi. Ik klik altijd op escape, je ziet, maar in dit spel moet je op rechtermuisknop klikken, ergens gewoon wat niet geselecteerd staat, om ergens weg van te klikken, zie je? Dit is linkermuisknop, rechtermuisknop, linkermuisknop, rechtermuisknop, linkermuisknop, rechtermuisknop. Het geluid is heel fijn. Ik weet niet eens of jullie het goed kunnen horen. No workers. Betekent dat ik geen geld krijg? Geld. ja. Maar ja, dat wil iedereen wel eens. Soms kan dat niet. Soms wel. Hier 4. De steen is 61 en hout maar 8. Nou ja, ondertussen heb ik gewoon 126 steen. En zie je dat deze 2 bijna helemaal vol zitten. Of vol.
Deze heeft, even kijken, waar staat dat? Dat er niet eens. Maar ja, je ziet dat dit torretjes hier zo, die staan helemaal vol. Dus ik ga deze weer uitzetten. Dan wordt dit steen wel gewoon opgehaald, maar wordt die niet meer nieuwe geproduceerd, zeg maar. En dan kunnen die vier weer wat anders werk gaan doen. Wacht, ik heb 11 vrije mensen. Dat vind ik niet zo leuk om te zien. Ik wil gewoon dat mensen aan het werk zijn, ja. Hey, nu werkt het wel. Blijkbaar als je een gebouw probeert te bouwen, dan lukt het wel. Ik heb nu weer meer hout en steen, dus ik zou iets kunnen doen. Ja, ik kan een paar van deze open. Ga open, dankjewel. Zo. Oh ja, ik kan dit ook wel doen. Een windmill neerzetten. Dan produceren ze meer voedsel, die landjes eromheen. Dat was precies de reden waarom ik gaten in midden weer open had staan. Want anders moet je het farm later weer slopen. En dat is zonde van je 3 hout. Het slaat echt nergens op, dat is echt heel weinig. Maar ja. Ik zeg altijd maar zo, waarom als je zet je die hierin neer? Ook al kun je hem ook gewoon weer hier nieuw beginnen, weet je wel. Dus dan hoef je later geen onnodige moeite te doen. Laat ik even meer waterdingen neerzetten. Want je ziet alleen dit gebied waar deze nu staat. Die omheining, dat is alleen veilig tegen, ja, hoe noem je dat? Bliksem, vuur. Ja. Als de bliksem inslaat, dan slaat het meestal in de fik. In dit spel niet. Ja, die twee boeien me niet zo heel veel als ze in de fik gaan. Bouw ik wel weer nieuw. Die ook. Dit kan trouwens wel een probleem zijn. Die ene valt er net buiten. Ik zet hem erin. Maar wat dus nieuw is in de laatste update. Is dat je. Nu heb je dus eilandmappen. Ik weet niet of dat er al was. Want ik heb heel lang geen nieuwe map aangemaakt. Maar dus nu heb je freshwater. En je hebt. Ja, dat was er sowieso al. En je hebt sowieso. Saltwater. Maar je hebt ook diepwater nu. En daar heb ik dus gehoord dat je geen bruggen kan bouwen. Dus ze hebben nu een apart kopje ervoor gemaakt. Je had altijd al bruggen. Dat je van eiland naar eiland kon, zeg maar. Alleen nu heb je dus ook diepwater. Waardoor je met een dok moet je naar een andere kant. En je kan gewoon daar zo een outpost laten bouwen. Dus al bouw ik hier dan een outpost. Is dat hetzelfde als een town hall. En vanaf die town hall kan ik dan weer nieuwe wegen aanleggen. Want vanaf, ik zal het wel even laten zien als ik een weg erbij pak. Dan zie je precies die omheining. En vanaf die omheining is precies waar je weg aan kan leggen. Hier zo zie je dat die town hall dus, die geeft ook een omheining. En dat zou dus met die outpost ook zo moeten zijn dan. Oh wacht, dat staat ook links onderin. Build an outpost to name this island. To name ook nog. Wacht, kan ik deze ook een naam geven? Oh, dat is Islandia. Dus dit eiland, dit mega eiland. Ik ben gelijk op de grootste grond natuurlijk. Dat is Islandia en dan kan ik hier een andere naam geven en hier een andere naam. Leuk. Maar dat waren voor de volgende keer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit eventjes te zien. Ik zal niet heel lange video's hiervan proberen te uploaden. Want ik merk dat die gewoon lange video's worden gewoon minder gekeken. Ben je nog niet geabonneerd op ons kanaal? Abonneer eventjes. En vond je dit nou een leuke video? Like dan. En ik zou het heel leuk vinden als jullie een reactie achterlaten. Wat je ervan vond of iets. Hoeft natuurlijk niet. In reacties mag je natuurlijk alles zetten. Maakt mij echt niet uit. Ik zou het heel leuk vinden. Tot. Ik weet niet waarom ik op best geef. Nou ja. Tot de volgende video.